kijk, Stam is iemand die gewoon wil van bam bam, weet je wel, geen gezeik. Ja. Dat ben jij. Ja. Jij wil opkomen en zo, je verdedigt goed in de, weet je wel, goede voorzet, die linkerbeen is fantastisch. Mijn rest. Weet ik, joh. Is goed man, kom maar aan. Ja jongens, zijn we weer. Weer in de nieuwe bij Andy de auto. We zijn onderweg naar Rotterdam nu. We hebben dadelijk Bart Nieuwkoop in de auto. Dus ja, goede rechtsback vind ik het. Ik kan ook op het middenveld spelen, maar we gaan vragen wat hij het leukste vindt of het beste voor zijn positie is om te spelen. Dus ik ben benieuwd naar zijn verhaal en hij neemt de shirt mee. Dus die kan je winnen. Even abonneren en dan komt het allemaal goed. Yes, laters. Ciao. Daar staat Cicoglu en Nieuwkoop staat geen buitenspel, maar weer geen 3-0. Feyenoord toch op zoek naar wat extra kleur nog in zijn kampioenswedstrijd. Maar Castro staat in de weg. Wat hoe is het? Man. Goed. Gaat goed? Met jou? Lekker man. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Die water heb ik laten vallen als je wilt. Yes. Het opdrinken. Top. Nodig. Heb je getraind? Ja man, twee keer? Ja, gym nog eventjes gepakt. Was het zelf? Ja man. Oh, lekker man. Ja. Hey, je hebt ciao ciao hè? Klopt. Ik ook. Ja? Ja. Ik heb puppies. Handen, ik heb puppies. Ja? Ja, twee. Kijk, leuk. Zijn dik. Oh, zijn echt mooi. Ja, kijk. Hé, hey, zwarte. Ja. Mooi man. Hoeveel heb je er? Twee. Ik heb er één... Die gekke kop van mij. Kijk. Ja man. Leuke honden zijn. Zijn mooi hè? Ja man. Ja, het is top. 6 weken zijn ze nu. Dus... Zijn ze zelf houden of? Nee, jij mag eentje kopen. Je hebt geld zat. Ja, nou, ik val wel mee hoor. Ja? Ja joh. Je hebt, hoe lang heb ik contract nog? Nog 1 jaar? Ja, 2020. Wie is je zaak wanneer dan? Ik zeg bij Zeg. Oh, Zeg. Ja. Door die slapers. Dat zo, ja? Ja, nee, weet je wat het is? Kijk, mijn zwager wordt sponsor van jullie volgend jaar. Oké. Okay. Van Droomparken. Ja, dat klopt, ja. Nieuwe hoofdsponsor. Ja, van mijn zwager. Oké. Okay. Die heeft 2 jaar, die heeft gehad zat. Dus als je dus onderhandelt... connecties, ja, connecties. Dat als je een hondje koopt, dan kunnen we misschien... Ja, tuurlijk. Dan komt... Ga ik jouw zaken doen, vriend. Hé, maar je bent al 4 jaar in het eerste zit je al, hè? Ja, klopt. Klopt, ja. Maar dan speel je wel, dan... Geblesseerd, ja. Wat is er aan de hand, hè? Ja, geblesseerd ben ik al een tijdje niet meer, hoor. Oké. Okay. Maar... Maar je speelt gewoon niet? Nee, ja. Nee, inderdaad. Ik heb toen... toen net bij de selectie kwam... Toen, ik was eigenlijk als middenvelder opengeheveld van de jeugd naar het eerste. Ja. Yeah. Dus toen bij het eerste kwam ik... werd ik al snel rechtsback, omdat het gewoon op het middenveld was. Gewoon druk bezet. Je bent eigenlijk dus rechts middenvelder. Ja. Middenvelder. Ah, en dan was ik... Shit, maar ik moet hem tikken. Sorry. Klootzak, pikbieren. God, wat dan best wel druk vandaag, jongen. Oh. Kijk. Yes. Yes. Doe maar achter, hoor. Dan neem ik mee naar huis en leg ik in de kelder. Toppen. Yes. Ja. Nee, maar dus je bent eigenlijk gewoon een middenvelder, hè? Ja, dat was ik in de jeugd altijd. En ja. toen kwam ik eigenlijk, bij het eerste werd ik al gelijk rechtsback gezet. En toen heb ik ook een paar wedstrijdjes gespeeld. Ja. Toen Rick Karstorp geblesseerd raakte. En toen het tweede jaar, ja, dat was mooier natuurlijk. Ja, het kampioen geworden en zo. Juist. Maar luister, je komt vanuit de jeugd. Ja. Dan ben je rechts in de velden en dan debuteer je in het eerste en dan moet je rechtsback spelen. Ja. En je had daar nog nooit gespeeld? Nee man, nog maar. Nee, dus meen je niet? Klopt, ja man. Is apart toch? Ja, zeker. Was even wennen hoor. Ja, dat begrijp ik. Misschien één wedstrijdje of een halve wedstrijd bij Jong Feyenoord op rechtsback gespeeld. Ja. En toen speelde ik de Graafschap uit. Oké, okay, maar speelde ik, weet je wat het is? Kijk, je maakt je debuut al, dan ben je al zenuwachtig. Ja. Oh, weet je wel, nou moet ik erin. En dan moet je ook nog een plek spelen waar je nog nooit gespeeld hebt. Ja man, dat was... Maar deed het goed? Op zich ging het redelijk, maar na 60 minuten wilde ik net zeggen, kramp gewoon. Ja hè? Ja, alles komt elkaar, de spanning, alles.
je bent het niet gewend om op dat niveau te spelen. Nee. Dus, oké. Okay. Ja, toen, tweede seizoen was wel mooi. Hè. Toen raakte Rick Karsdorp in het tweede seizoen zelf best wel veel geblesseerd. Dus toen heb ik echt wel wat wedstrijden gespeeld. Ja. Ik heb een wedstrijdje of 13, 14 of zo gespeeld. Ja. Dus ja, kampioen geworden natuurlijk. Ook die wedstrijd gespeeld. Kampioenswedstrijd. Ja, dat was mooi, hè? Dat was mooi. Maar ja, daarna is het weer een beetje weggezakt. Ja, maar is dat... Hoe zegt de trainer ervan dan? Die gaat er weg, heb jij geluk? Ja, nee, ja. Echt ermee. Ja. Ja, inderdaad, hij gaat weg. De ene dood is de andere zijn brood. Zo is het wel. Ja, dit is wel zo. Natuurlijk. Ja. Kijk, de trainer die kiest voor iemand anders. Ja. En ja, daar moet je dan mee om leren gaan, laat ik zo zeggen. Dat is lastig soms, hè? Ja, nee, ik weet het. Het is grote, man. Je doet je best en je kan je best niet... Ja, je wordt toch niet geselecteerd. Klopt. Dat gevoel heb je soms, weet je. Dat je gewoon, ja, van wat moet je nog meer doen? Ja. Je doet elke dag stinkend je best. En moet je dan met tweede spelen of zo? Ja. Dat is een pretje. Kijk, als je net bij de selectie komt en je speelt met Jong Feyenoord... Ja. En dan kijk je nog je ogen uit, weet je. Je speelt nog met grote namen dan... Maar als je dus zelf via voetbalt... Ja. Dan zit je niet meer op te wachten. Nee, dan zit je niet meer op te wachten. Dan moet je maandagavond lekker... Speel je met B-spelers, A-spelers. Ja. Je bent op een gegeven moment ook zelf 5-6 jaar ouder dan die andere. Ja. Speel je maandagavond op het park. Ja. Regen, koud. Ja, geen publiek. Nee. Jezus, man. En net zo goed thuis blijven. Ja, echt. Kijk... We hebben natuurlijk ook mooie wedstrijden gespeeld met de Champions League en zo. Ja. En dan die omschakeling weer naar... Vorige keer speelden we Willem II uit op een amateurvereniging. Ja, het is wel andere, andere koek. Ja, dat heb ik ook meegemaakt toen ik bij Everton kwam. Ja? moest ik op maandagavond met tweede ergens, weet ik veel waar, achteraf een veld. Ja. Denk je van, jong, heb je een San Siro gespeeld, Nederlands elftal, Ajax, precies dat. Weet je, dat zit in je hoofd als je met de bus naartoe gaat, weet je. Het zijn mooie wedstrijden geweest. Ja, natuurlijk. Het is moeilijk om je op te peppen dan. Dan denk ik van, oh ja, shit, vanavond moet ik lekker met tweede voetbal van mijn best doen. Je krijgt altijd van, ja, maar je doet het voor jezelf en je kan het niet laten zien en zo. Maar je kan het niet laten zien. Dat is wel lastig. Omdat, je kan alleen maar fout doen. Ja, kijk, klopt. Want je hebt op het hoogste niveau gespeeld, kom je tweede. En dan verwachten ze sowieso van jou, je bent dragende speler. Ja. Maar doe je iets verkeerd, dan krijg je gelijk dit en dat. Ja. En als je het goed doet, is het normaal. Ja, precies, zo is het. Ja, als je eventjes je kopje laat hangen of zo, of je ziet het even, dan... Maar zit je wel op de bank dan, of zit je ook wel eens op de tribune? Nee, ik zit wel altijd op de bank. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus, fijn gefeliciteerd, hè? Fijne 82 jaar oud stadion. Ja, klopt, vandaag hè. Zo, ziet er ook wel uit, hè. Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen, man. Ja. In het stadion of niet. Ja. Ja, dat is wel nodig toch? Het is wel een mooi stadion. Ik heb daar een paar keer gespeeld met Nederlands elftal, maar het is wel een topstadion. Heb je ook klassieker gespeeld? Ja. Met supporters van maar ik kreeg kreeg een pak slagen. Ja? Ja, volgens mij 4-1 of zo. Ja, oeh. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ja, die 6-2 was ook wel lekker hoor. Die 6-2. Die kwam hard aan hoor. Die kwam wel hard aan denk ik. Ja. Ja. Maar goed, ze hebben daarna ook wel weer. Daarna was het 3-0. Ja. Klote zooi. Ja, het is voetbal, jongen. Van alle kanten op toch? Klopt. Ja, hey, maar nog wat mooi is, waar ik je ook mee moet feliciteren, Van Geelweg. Die is vandaag, had hij dat bekend. Ja, gemaakt, ja. In juli gaat hij weg, hè? Ja, klopt. Ja, het is de laatste maanden. Mijn zwager heeft dat allemaal gedaan, jongens. Weg te winnen. Nee. Droompark is het. Ja, Droompark. Ja. Zijn mooi, hoor. Hij heeft echt mooie parken. Heb je zelf ook een bungalowtje of zo? Ja, als ik wil, kan ik er gewoon heen. Ja. Ik kan gewoon daar zitten. Als ik ruzie heb met mijn vrouw. Hij heeft er volgens mij 12. Zie je vrouw iedereen nog eens Nee, ga ik zelf. Beter. Hij heeft er 12 in Nederland. Dan ga ik gewoon ga ik daar zitten. Daar. Dan weet ze niet waar ik zit. Jij ook een vriendin, hè? Ja, jij een mooie klopt. Vriendin, man. Dankjewel. Ik heb gezien. Ja, zo. Ja. 6 jaar al. 6 jaar, dat is goed. Want dan heeft ze je niet voor je... Ja, je bent een knappe jongen. Je ziet er gewoon uit, toch? Dus daarvoor niet omdat je... Nee, ik voetballer bent. Ik zat echt net bij Feyenoord in de jeugd. B2, B1 of zo. Okay. En toen kregen we wat. Dus heb je een grote pik of zo, dat ze bij je blijven? Denk het. Nee, ik zorg goed voor hem. Ja, nee, maar je past er wel bij. Maar het is een beetje mysterieus, hè, rond jouw vriendin, toch? Hoezo? Ja, ze weten niet wat zij doet en zo. Ik had het een beetje gelezen en zo. Oh, echt? Ja, wat doet je vriendin? Stel maar tegen mij. Mijn vriendin werkt... Nee. Mijn vriendin werkt in een hotel. Oh, oké. Okay. Dus dat werkt ze gewoon elke dag. En ze werkt gewoon super hard. Dus dat vind ik ook het mooie aan haar, weet je. Ja. Dat ze gewoon... Niet thuis blijft zitten. Nee, man. Wacht op jou.
precies. Dat, ze is gewoon bezig en ze wil gewoon de eigen zaken sporen hebben. Ja. En ze zal mij nooit wat vragen of zo, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Dat vind ik ja, dat is mooi, man. Ja. Maar wat dan, kijk, ben je niet in gesprek of zo met Feyenoord al? Voor een nieuwe... Ja, nee, ja. Nog niet in gesprek? Nog niet echt in gesprek. Kijk, ja. Op een gegeven moment, je wil niet 4-5 jaar lang ja, niet spelen, laat ik het zo zeggen. Nee. Je bent toch gewoon voetballer geworden om lekker te ballen. Ja. Dus dat moet wel gaan gebeuren. Wat ik zeg, ja. Maar ja, je moet gewoon wachten wie de trainer, wie wordt trainer? Oh, Stam. Ja, Stam. Ja, wat die wilt. Want jij bent wel iemand, kijk, Stam is iemand die gewoon wil van bam bam, weet je wel, geen gezeik. Ja. Dat ben jij. Ja. Jij wil opkomen en zo, je verdedigt goed in. Weet je wel, goede voorzet, die linkerbeen is fantastisch. Mijn rechts. Weet ik, joh. Ja, dat is nee, mooi, maar, hè? Maar, dat is mooi, hè? Want van de week moest ik zoiets openen of zo. Yeah. En toen zat zo'n man ook tegen me te praten. En die zei van, ja, het mag niet echt van, ja, als je speelt, lekker op die linkerkant. Ja, mooi, hè? Ja, gewoon ja knikken, ja. Dat zou ik tegen mij ook wel zeggen. Je hebt echt goed linkerbeen, man. Ik zeg, ja, top, hè? Ja, man. Idioot. Dat is een gek, jongen. Echt waar. Ja, oh. Dus, maar... En, ja, dan nog, misschien dat je weggaat. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Want, ja, er komt een nieuwe trainer, dus je wil je wel bewijzen en zo. Ja. Je, ja, uiteindelijk is mijn doel om bij Feyenoord te slagen. Maar goed, het is nu 4 jaar en het is nog echt niet, ja, nog niet gelukt. Nee. Zo zeggen. Dus, ja, één seizoen heb je goed gedraaid, toch? Ja, in het kampioensjaar. Ja. Dus... maar ja, het wordt gewoon tijd om gewoon 34 wedstrijden te spelen. Ja, maar zeg je dan niet ook van, ik wil... rechtsbacks vertaan. Hij heeft ook Amrabat op rechtshalf, sorry. Hij heeft ook rechts dingen, Amrabat op rechtsback gezet. Dan ben jij daar ook... Ja, klopt. En op een gegeven moment, ja, wat bij mij ook wel een beetje binnenkwam, was natuurlijk, ze huren bijvoorbeeld Kevin Dix, een goede vriend van mij. Yeah. Alleen ja, ze huren hem en hij speelt wel de laatste maanden. Terwijl we speelden eigenlijk voor niks meer. We konden geen kampioen meer worden, we konden alleen de beker nog winnen. Ja, ja goed. Het is, ja... Dan ga je huurlingen opstellen als het ware. Ja. Boven mij. Ja. Kom uit de dat is al een teken van, dat zit niet goed. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ja. Ja, dat is moeilijk accepteren. Ja. Ja. Niet om Kevin of zo. Want zeker niet. Ik ga ook met op vakantie deze zomer. Ja? Dat is een goede jongen, ja. Ja, waar ga je heen? Ja, naar Indonesië. Oh, oké. Okay. Naar zijn roots. Ja, zijn moeder heeft dat voor mij gekookt. Echt? Ja, dat is lekker, man. Ja? Ze staat 3 dagen op de wc. Ja, echt. Nee, ze kan goed koken, maar ze kwam met Apeldoorn toch ook? Klopt, ja. Nee, ik woon ook in Apeldoorn, ja, dus... Hoe mooi, man. Goeie jongen, leuk. Aardige familie. Ja, dat is aardig, ja. Raymond. Hij heeft nog een andere broer. Broertje, die kan ook goed voetballen, is spits. Hij heeft met Trencino zo gezeten, toch? Wie? Ja, Trencino, ja. Hij is echt goede voetballer, spits, maar ja... Geen met die tijd. Ja, had ik wel. Jij zeker. We gaan vrouw kijken, kom. We gaan nog niet echt door. Tegen dat poort aan. Dus oké. Een jeugdelftal gespeeld in Nederland? Ja. Nou ja, maar op een gegeven moment kwam ik bij de onder 17 kwam ik erbij. En toen tot de onder 19 altijd geselecteerd. Maar ja, toen op een gegeven moment speelde ik ook weinig bij Feyenoord. Dus niet echt meer opgenomen. Ja. 2 keer Jong Oranje gezeten. Ja, dat was het. Oké, okay, ben je gedeputeerd dan? Wel onder... Ja, onder Van Bronckhorst. Oké. Okay. Ja. Raar toch? Ja. Apart. Dat vind ik wel een apart verhaal, man. Ik heb ook met Gio gespeeld, goede voetballer. Ja, ik mag hem heel graag. Ik mag hem. Net een gentleman is het. Ja, klopt wel. Ja, klopt. Hij zei tegen mij, kom bij mijn hotelkamer liggen. Ik zeg, weg, gek. Ja. Ze hebben het heel zelf al zitten. Kom bij mijn kamer zitten. Ik zeg, niet normaal. Heb je eigen kamer altijd? Ja. Ja, alles wordt geregeld, jongen. Ja, we hadden eigen kamer. Ik zat altijd wel met iemand op de kamer. Ja? Vrouw. Ik ben een keer gepakt. Ja? De dikke advocaat. Echt? Ook een meisje op de kamer. Dat heb ik gepakt. Moest spelen. Hier, speelt weer in de Kuip. Die dag daarna. Mooi. En tegen Frankrijk. Die zegt tegen mij, waar was jij gisteravond? Ik zeg, naar de wedstrijd. Ik zeg, ja, zal me eerlijk zijn. Ik zeg, ik lag te neuken. Hij mocht in huis of mocht je wel blijven? Nee, hij was na de wedstrijd, dus ik ging gewoon uit. En zat Van Hanegem, die zat zo in de kamer. Oh. Nou, toen kreeg ik, werd ik geschorst. Ja, wel geschorst? Ja, 1 wedstrijd. Boete? Ja, boete, nee, boete niet. Ik had gewoon een wedstrijd geschorst. Mocht niet meedoen, nee, moest naar Griekenland. Vond ik zo erg. Lekker naar huis. Lekker thuis blijven. Ja.
Als ik nou terug moet naar de rechtdoor? Terug naar de Kuip? Ja? Dan moet je eigenlijk links, man. Kut. Gewoon die voorzetten. Doe gewoon. Doe gewoon Amsterdam stijl en Rotterdam. Het is zo groot hier, man. Ik ken de weg niet. Ja, als de politie komt, dan zeg ik ja. Nee, ik kan niet weten. Wie is de gek van het... De gek. De gek van het team. Die echt altijd ouwe hoort. Ben jij ook van het ouwe hoeren of ben je gewoon rustig? Ik ben wel rustig. Durf je niks te zeggen? Ik durf niks te zeggen. Nee, ik ben gewoon rustig. We hebben wel een mooi tafeltje met Yassin. Oh, Yassin, ja. Die kan nog wel druk zijn. Ja, Ayoub. Ja, Ayoub. Kelvin Verdonk. Ja. Ook wel een mooi... Ja, dat is een mooi ventje, hè? Ja, dat is een mooi ventje. Die wil ik ook nog een keer de auto leiden. Dat snap ik wel. Ja, die en kan mooi, wel wat mooie walen vertellen, denk praatjes, ik. Hè? Ik zag ook zo'n stukje dat die... Dat jullie met... Jij zat met hem achter in de auto. Wat Feyenoord TV of zo. Dus had hij zo van die opmerking tussendoor. Nee, ik heb meer vrouwen. Ja, die sneaky opmerkingen. Ja. Nee, maar is... Hij toen hij 6-2 speelde, toen jullie wonnen 6-2 van Ajax, toen speelde hij echt goed, hoor. Tegen Ziyech. Ja, maar hij heeft sowieso al goede wedstrijden gespeeld dit jaar. Ja. Ook, dat is ook raar gelopen met hem, weet je. Eigenlijk zou hij terugkomen bij Jong Feyenoord. Oké, meen je? Hij zou bij Jong Feyenoord terugkomen. En toen raakte Haps geblesseerd. Ja, die is ook al lang geblesseerd. Wow. Ja, hij is nu wel weer fit, Haps. Ja? Maar ja, Haps niet zoveel meer. Die speelt ook niet, toch? Ja, hij speelt, Haps. Oh, nu speelt hij weer? Ja, hij speelt nu de laatste weken. Oh, oké. Ja, dus, dat vind ik wel een goede voetballer ook. Ja, ik wel, zeker. Toen hij bij AZ speelde, was hij echt goed. Ja, man. Ja, bij ons ook, hoor. Veel drijf. Ja, super blijf gaan, hè? Ja, klopt. En wie is nou echt... Wie denkt dat hij nou echt een mooi boy is bij jullie in de club? Mooi boy? Ja, bij jou? Jij? Nee, man. Wie is altijd een mooi stijl en zo? Mooi... Kledingstijl sowieso Jeremiah Sinchest. Sinchest, ja? Ja, man. Altijd goed gedrest. Wat doet hij altijd met die hand zo? Ja, ik weet niet waar het voor staat, man. Dat ding is zijn broek misschien, de anaconda. Wat is die gek, ja, wie weet. Nee, ja. Man. Hij is altijd wel goed. Jij hebt mooi netjes... Ja, altijd een ander kapseltje ook. Oh, oké. Okay. Dus, ja. Ik heb altijd hetzelfde, ik kan alleen maar stekeltjes of... Ja, had ik maar haar. Verdomme, ik wil de petje op. Ik wil tatoeëren op mijn kop, dat lijkt op haar. Echt, hè? Oh, kijk hier. Dat meisje is over een paar jaartjes, jongen. Oh. Rotterdam is wel gezellig, hoor. Rotterdam is kijk eens. Gezellig. Je kan gewoon achterop springen, baar. Ah. Ja, man, Rotterdam is echt gezellig. Ja, hè? Ja. Ja, ik kom hier nooit alleen als ik iemand in de auto heb. Maar word je er ook aangesproken en zo? Ja, ik kom nooit buiten. Alleen dan als ik daarheen ga naar Leiden Scotten. Maar dan kan ik daarnaast parkeren, dan loop ik gelijk naar binnen. Maar niet dat ze iets zeggen of zo tegen mij. Nee. Maar ik denk niet dat ik op wedstrijddagen hier moet lopen. Nee, man. Denk ik ook niet. Nee. Dan kom ik nooit weer thuis, denk ik. Slaan ze me dood? Nee. Ja, zover zal het niet gaan, maar we hebben wel fanatiek aan. Ja, zeker. Dat is wel mooi, hoor. Drink jij wel eens? Nah, nee. Beetje wijn, hè? Weinig, man. Ja? Pas geleden een feestje toen... Oké, die... We hadden een vrije weekend. Ja. En we hadden een feestje, verjaardag. En op een gegeven moment zegt ze, ja, shotje. Dus die gast, weet je, was vieren, een shotje tegen elkaar en op naar achteren. Volgende dag besefte ik pas, die gast, gewoon elke keer water. Bij mij helemaal niet. Sambuca. Dus je elke keer. Het was altijd moeilijk en zwaar. Alleen ik had het. Hij trapte weer in. Ja, ik trapte vol in, man. Ja. Ja. Maar ik drink niet zoveel. Nee. Alleen bij je. Ja, zo. Uitgaan niet en zo. Nee, man. Kun je uit eten? Nooit uit. Nooit uit, nee? Nee, man. Beter. Ja, joh. Lekker genieten, vet blijven. Sowieso. Hè? Dan kun je. Nee, dat is het belangrijkste toch, dat ik gewoon nu, gewoon fit blijf. Ja. Ik heb natuurlijk die blessures gehad met mijn hamstring, dus daar heb ik nu gewoon een programmaatje voor. Dat ik dat gewoon, ik weet gewoon wat ik ervoor moet doen om gewoon fit te blijven. Oh, dus je traint die hamstring nog steeds om sterker te... Ja, nog steeds. Want dat geeft gewoon een fijn gevoel ook. Dus voor de training ga ik altijd even een half uurtje nog in de gym. Oké, dus voor de training ga je half uur trainen en dan trainen en dan daarna... Ja, pre-activation noemen ze dat. Pre-activation, ja. Oh. Ken je dat? Helemaal gewoon. Heb je dat wel gedaan? Ga weg! Ik ga de rondo doen, verdonder op met je. Laat mij met rust. Ja, man. Oh. Nee, maar het is wel belangrijk voor mij, voor mijn hamstrings en zo, dat,
dat ik daar gewoon 100% zeker van ben. Ja, dus ik loop nu al gewoon 2 jaar, heb ik geen klachten. Dus dat is goed. Dat moet ik wel voor blijven houden, toch? Weet je wat, vroeger begonnen ze, toen ik nog speelde, begonnen ze met die bandjes hier, weet je wat? Oh, ja, dat is ook bij ook hier een bandje, ja, zo'n transponder. Ik werd er helemaal gek van. Ik zit donders keer op met die dingen. Laat me met rust. Ja, toen moesten er maar 3 of zo, moesten zo'n ding op. Deze elke keer bij mij. Kijk hoe die dikke, zijn conditie wel goed is. Donder op, man. Die hartslagmeters. Ja, hartslagmeters. Laat me met rust. Oh, irritant. Ja, jij bent wel echt zo'n loopmannetje, jij, hè? Ja, klopt. Klopt. Ik kan ook lopen veel. Maar soms... ja, onnodig, snap je? Ja. En nog een beetje doseren en zo. Het is wel een leermomentje. Ja. Gewoon dat je wel weet wanneer je wel en niet moet gaan. Ja, maar het is beter dat jij de band niet hebt. Ja, dat is nee, grapje. Alleen die opofferende loop moet je maken. Ja. Gewoon die ruimtes maken, wegdrinken. En dan naar binnen. De restaurant die met de bal. Oh. Gewoon iemand proberen te binden. Oh, kijk eens. Die heeft een bal ingeslikt. Jullie zijn een paar ballen kwijt bij de training. Die heeft zij opgegeten. Jeetje, Mina. Wat duurt dat lang hier, hè? Dan moet ik straks weer terug. Oh, dan moet ik straks weer terug, hé. Ja, man. Godzonde. Ah, ik heb toch niks te doen. Maar een beetje winkelen zo. Hé. Hey. Ik kan niet. Ik kan niet. Gaat hij niet omlaag? Oh, nee. Ik kan niet. Alles goed. Wat ga je doen? Kan niet, die camera! Ja, weer! Ja, is goed, ik bel je van de week. Ik ben er van de week weer. Rustig aan, vriend. Nou, hij zet er mij ook in de auto toch, kid? Ja, Mr. Polska. Ja. Mooi gek. Oh. Mooi ventje, echt. Mooi kerel. Ja? Zo gek als het deur. Mr. Polska. Hij heeft ook schijt aan alles, jongen, die gozer. Dat is mooi, als je gewoon lekker zo. Ja. Hij doet wat hij zelf wil. Hoe lang moet je dan rijden? 40 minuutjes of zo, nou is. Dan staan je file. Zoiets. 45. Nee, is niet echt. Dit tijdstip is geen file gelukkig. Oh. Nee, er woont niemand die kant op, zeg maar. Nee. Nee, het is rustig, man. Als ik de hond uitlaat, kom ik gewoon soms niemand tegen. Ja? Ik kon een halve dag wandelen. Oh, lekker, man. Ja, oh, lekker. Nee. Hier moet je vriendin in zetten. Ik was zo klaar. Oh. Dit is mijn rit nu ook. Kijk eens hier. Moet je misselijk? Nou, goed weggetje dit. Ja, zo. Dat doe ik nooit meer. Och, wat ga ik nou weer heen? Oh ja, ik kan wel. Ja, ik kan niet. Waar staat je auto? Nee, dat staat daar. Dat staat daar. Zit hier nog wat lekkers? Nee. Dan rijden we door. Die? Ja, hier. Top. Waar staat hij dan? Oh, een mooie kleur, man. Ja, man. Ja, top auto. Toch? Ja, dat is een mooie auto. Ja, man. Super, man. Dat was gezellig. Zeker. De Ristraat. Hey. Ristraat. Dat was gezellig, hey, man. Dankjewel. Nou, ja, jongen. Ja. Ja, dat is geen Opel, hè? Hey, later. Later. Doei. Yes, jongens. Yes. Dat was Bart. Leuke gozer, man. Lekker spontaan en zo. Lekker ouwe hoeren. Jammer dat hij niet zoveel speelt. En we gaan kijken wat hij voor het seizoen gaat doen. Bedankt voor het kijken. Laat even een comment achter of abonneer. Dan maak je kans op het shirt van hem. En we gaan weer door naar de volgende. Laters. Ciao.